Ding, ding. Blijkbaar weet u beter dan dat, dat wij dat kunnen. Ja, want zo klinkt het toch. Ja, geloof ik. Precies zo. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen, als je soms naar college moet, het is wat laat. Ik kan me best voorstellen dat je zo de trap afkomt. Nee, ja. Ik neem aan dat u de buren ook kunt horen dan. Wat een slechterik, zeg nou jij. Ach, wat ben je zielig, buurman. Nee, de wijf, dat scoort gewoon niet. Ik heb niks te verbergen. Ik kruip erop en ik vecht me dood. Dat heeft mij heel veel pijn gedaan. Ik hou niet van mensen die liegen, hoor je me niet. Ik word hier tjesnijdig over. Mensen, praat samen. Rotterdam-Zuid wordt steeds aantrekkelijker om te gaan wonen. De familie Miller woont er dan ook met veel plezier, totdat er 3 studenten boven hen komen wonen. Die zorgen voor zoveel geluidsoverlast dat de familie er stapelgek van wordt. De studenten begrijpen niet waar zij zich druk om maken, want de tijd van brallende feestjes hebben zij al lang achter de rug. En zo ontstaat er gedonder. Zoals je kan horen, daar gaat behoorlijk wat geluid doorheen. En de vloeren zijn ook zo. Het grootste probleem is herrie. 2 uur s'nachts, 3 uur s'nachts. Ja. Wij zijn de eisers omdat wij nu de overlast ervaren. En dat is van niet van de geluid en van de buren van beneden, maar gewoon van bellen. Daarom zijn wij nu de eisers. Omdat zij ook niet door kan slapen, ik kan ook niet door slapen. En dan, ik zeg, ja, jongens, luister, ik heb kinderen, ik werk ook. Kijk, ze zijn studenten, ze willen gaan een beetje uit gaan leven, maar hou ook rekening met de benedenburen. En dat gebeurt niet. Nou ja, het is als het 4 keer, 5 keer per week mensen gaan aanbellen hier aan de deur, is dat niet echt leuk. Dus op een gegeven moment word je daar een beetje moe van. Nou, als het hele week zo blijft, dan ben je gewoon uitgeput en gesloopt. Zij hebben toen, geloof ik, een klacht over ons ingediend. En aan de hand daarvan heeft de politie contact met ons gezocht via Maarten. De staat van de huizen is gewoon van die aard dat er gewoon veel geluid door de wanden en vloeren heen gaat. Dus heeft de politie gezegd dat het geen zin had om te gaan klagen bij ons. Dus dat hij dat in principe ook niet meer mocht doen of hoefde te doen. En toen dachten we ook dat we er een beetje klaar weer mee waren. Dat het even wat gekalmeerd was. En even later begonnen ze toch weer aan te bellen. En ja, dan kom je van een dag kom je thuis. Ja, en dan zat de buurman daar bij de ingang en die... ik heb jullie weer gehoord. Wij hebben dus ook het gevoel, omdat we dus heel vaak klagen, bellen, met hun praten, hebben we het gevoel dat ze het gewoon met opzet doen. De woningen zijn heel gehoorig. Wij hebben besloten om daarom hieronder een tapijtje neer te doen. Dat we daar isolatiemateriaal onder hebben bevestigd. Om tegemoet te komen omdat hier de slaapkamers van zijn kinderen onder zit. De schoenen doen we uit boven in ons eigen woning. Dat vind ik al een hele mooie tegemoetkoming. Maar het is een beetje rupsje nooit genoeg. Het blijft maar bellen. Ik moet slapen en zij moet slapen. En dan word ik gestoord in mijn slaap. Ja, dan. En zij worden wakker. Ja, dan. Dan denk ik dat de politie echt langs moet komen. Met een prowagen. Ik heb gezegd, nu is het klaar. En toen is er ruzie ontstaan. En dat moest gewoon een keer duidelijk gemaakt worden, vond ik. Toen zegt hij van, dan moet het huisje niet kopen. Ik zeg, wat zei je nou? En toen stond ik echt met mijn blote voeten op het koude steen. In mijn slaappak. Toen is hij op me afkomen vliegen en ja, goed, ik hou daar niet zo van als mensen dat doen. Dus ook niet als hij dat doet. Ja, ik had er zoiets van, oké, nu gaat het heel relaxed worden hier. Ze doen als ze helemaal beschaafd zijn. Maar dat zijn ze niet. Maar als je beschaafd bent, dan hou je rekening met anderen. En als je dat niet kan doen, nou, dan heb je een probleem. Wat mij heel erg frustreert is dat wij het imago opgeplakt krijgen van studenten. Wij hebben alle 3 die tijd al gehad. Wij zijn nu 23 jaar, we hebben die jaren al gehad. We zijn nu in een rustige buurt komen wonen. En op het moment dat wij dan een conflict hebben, worden wij weer gezien als studenten. Ze moeten zich iets meer in onze rol kunnen verplaatsen. En dat wij echt wel rekening met hen houden. En ja, zolang ze dat niet kunnen en niet willen doen, ja, dan is het voor mij ook wel een keer klaar. Ja, het lijkt als iemand een kogel door je borst hebt geschoten, zoiets.
Heel erg. Want kijk, wordt zij nu ook van plan om van hier weg te gaan, zeg maar. Zover is het al. Ja, soms denk ik nog wel eens van misschien moeten we echt als studenten gaan leven. Wel elke dinsdag, woensdag, donderdag feestjes hier houden. Kijk hoe die dan reageert. Echt een keer een terrorweek even laten ervaren aan de buurman. Ja. Misschien vindt hij dat leuk. Rijdende rechter, mijn eis is dat het rustig wordt bij de buren boven. Zodat mijn kinderen hun nachtrust kunnen hebben en wij ontspannen naar ons werk kunnen gaan. Rijdende rechter, wij eisen dat de onderburen het intercomsysteem niet meer gebruiken. Wij ondervinden meer overlast van hen dan zij van ons. Goed, welkom in de studio. Ja, het zit jullie echt gewoon heel erg hoog. Jullie hebben er gewoon heel erg veel last van. Het is gigantisch. 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 Kun je vertellen wanneer het ergst is? Meestal kon beginnen het na half elf, na tien. S'avonds? Ja, s'avonds. Dan wordt het erg. En het is pas afgelopen zaterdag is het weer gebeurd. Ik zie het gewoon aan je, ik zie het ook in het filmpje. Het is echt gewoon te veel, hè? Het is echt veel. Het is gewoon vol. Ja. Het is gewoon vol. Als jullie het zien, hè, als je hem zo hoort praten, van, doet jullie dat dan wat? Ja, absoluut. Ik denk het niet. Nou ja, zij hebben gewoon het idee dat jullie dit expres doen. Ja. Maar ja, gebleken is, je hoort het geluid gewoon door normaal te lopen, klinkt het al door. En ja, wanneer ga je dan zeggen, we doen het expres? Of wanneer komt het omdat we daar gewoon normaal lopen? Maar jij zegt op een gegeven moment ook, nou, we zullen ze een echte terrorweek laten beleven. Dus jullie spelen natuurlijk wel met het idee van, ja, we kunnen dat wel doen als we dat zouden doen. Nou ja, maar dat was meer als voorbeeld. Kijk, de buurman denkt dat wij het expres doen. Ja, en dat is dus het hele probleem, want wij doen het niet expres. Wij leven gewoon als normale mensen, gewoon als drie normale jongens leven wij daar. Het verwonderlijke is dat jullie de eisers zijn. Ja. Waarom hebben jullie de rijdende rechter ingeschakeld? Nou ja, oorspronkelijk omdat de onderburen die ervaren overlast van ons. En wij hebben zoiets van, nou ja, volgens mij doen wij niks geks. Nee. Alleen, we hebben al vaak genoeg gesprekken aan de deur gehad. Uiteindelijk hadden we zoiets van, nou weet je wat, wij zoeken wel een oplossing. Dan kunnen wij in ieder geval laten zien dat het niet aan ons ligt. En jullie vinden de manier waarop hij jullie benadert ook best agressief. En daar kan Maarten wel wat over vertellen. Nou, ik vind dat niet netjes. Op het moment dat ik 2 jaar lang netjes op een normale toon met iemand praat, verwacht ik dat ook terug. En ik snap dat iemand in zijn emoties wat anders kan reageren. Daar kan ik ook nog inkomen. Maar op een gegeven moment moet ik gewoon duidelijk maken dat het genoeg is. Maar kunnen jullie voorstellen dat zeg maar rust voor iemand van 23 of 21 echt een totaal ander begrip is dan voor een gezinnetje met 3 kinderen? Wel, maar ik kan me ook wel een keer een situatie herinneren dat de buurman aanbelde en dat de geluid het ook echt te hard stond, was rond een uurtje of 8 in de avond. En, dus we zijn ons zeker van bewust, maar ja, het komt zo vaak voor dat er gebeld wordt dat wij elkaar gaan aankijken van wie heeft wat gedaan. Realiseren jullie dat ook, dat zij eigenlijk continu bij elk geluid, bijna bij elke zucht die ze laten, dat jullie dat horen? Kijk, zij zeggen het gewoon aan de zachte kant. Je moet het gewoon zeggen hoe het is. En zeggen het 1 keertje, maar het is niet 1 keertje. Dagelijks. Kijk, afgelopen zaterdag is het weer gebeurd. Maar wat gebeurt er dan? Zij moest aan het werk, ze is wat afgesproken. Nee, maar dat heeft gezegd, maar wat hoort u dan? En dan gewoon... Wat hoor je dan? Godverdomme, 73! Ja. Alsjeblieft. Klopt. Alsjeblieft. Net zo hard. En ben ik gaan bellen. Is genegeerd. Ja. Dan mogen we even op reageren. 73, komt jullie dat bekend voor? Wat, Nou, ik was er zelf niet, dus ik kan daar niet over spreken. Ja, ik weet niet de laatste keer dat ik zo kon stampen. Dat was denk ik toen ik 6 jaar was, dat ik geen snoepjes gekregen van mijn moeder. Het was echt in de woonkamer. Maar weet je, zou het een keer kunnen zijn, Duncan, dat het zo heftig gaat dat je je niet meer kan beheersen? Ja, en dan ben ik bang voor. Daar ben ik bang voor, maar dan ben ik er niet. En dan bent u er, hoop ik wel. Dan ben je er, hoop ik wel. Ja, dat bedoel ik als ik er niet ben, dat hij misschien te ver gaat. Ja. Nou, laten we proberen de gemoederen rustig te houden. We gaan in ieder geval dit gesprek nu afsluiten, dank jullie wel. En meester Visser, die wilde de geluidsoverlast natuurlijk met eigen oren horen. En testte de woningen uit. Goedemiddag. Het eerste wat ik eigenlijk wil gaan doen, is samen met de deskundige even hier naar boven en dan eens kijken wat we daar allemaal aantreffen. Bent u wel eens boven geweest? Nee. Nou, bij deze. Kunt u kennis maken. Gaat ervan. Ik zie dat er vloerbedekking op de trap ligt. Dit is de woonkamer. Oké. We hebben hier nog een... Oh, dat heeft u zelf gedaan? Dat hebben wij zelf gedaan. Omdat hieronder de kinderkamer zit van de buren. Dit zijn van die
van die groene platen voor de vloerbedekking. Ja, zoals gezegd dat het isolatie moet gaan. Ja, dat staat op de verpakking. Hè? Nee. En de verre zit er een houten vloer onder? Ja, dat is gewoon, dat is gewoon hout. Het geeft een krakend geluid. Ja. Dus u kunt ze horen lopen? Ik kan ze horen lopen. Alles. En wat hoor je dan? Horen schuiven. Alles. En ook kijk, dit trap ook hier zo. Loop even deze kant op. En hoe ver in deze type. Blijkbaar weet u beter dan dat wij dat kunnen. Ja, want zo klinkt het ook. Ja, geloof ik. Precies zo. Maar ja, ik kan me voorstellen als je soms naar college moet, het is wat laat. Ik kan me best voorstellen dat je zo de trap afkomt. Ik neem aan dat u de buren ook kunt horen dan. Dan dat is het. En dit wat ze gaan doen. Nee, dat is dit. Ja, dat doen wij dagelijks natuurlijk. Dat hoor je ook. Nou, ik denk dat ik dan mijn enkels breek als ik denk het niet. Zo de trap afloop. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik heb fout niet gemaakt. Ik wil het volgende voorstellen. Ik ga met de deskundige naar beneden. En dan gaat u even de alle andere geluiden maken. Dan gaan we nu naar beneden. Ja. We zijn hier in de slaapkamer met kinderen. En hier is eigenlijk de meeste last. Ja. Dus nu gaan we luisteren. Gaan de jongens boven, die gaan, of de heren moet ik zeggen, die gaan nu huiselijke geluiden veroorzaken en kijken of we die kunnen horen. Het zijn vooral de lage tronen. Het is net voor iemand bij je op zolder loopt. Ja, dat zijn die ook. Dat in je kamer loopt. Iemand in mijn kamer loopt. Onk. Ja, het is zeer gehoorig. Ja. Als je dan nog een paar vrienden op bezoek hebt. Ja, heel. Maar als je dit 's nachts hebt. Is het natuurlijk rustiger? Ja. Ja, dat scheelt ook, ja. Dan voel je die dreun. Ja, je voelt het hele huis heen en weer. De voordeur ook. Dat was de deur. Dat is de deur. Ja, die moet je wat soepel laten lopen en een deurdrangetje erop en een rubbertje erin. Dat is weg. Maar... Ik heb het wel gehoord. Wat ik ook belangrijk vind, is dat de heren hier eens komen. En dat ze zelf eens luisteren wat het is. Ja, daar zal ik boven iets wat gaan doen. En als u, gaat u boven, gaat boven huiselijke geluiden. Ja, oké. Kom even binnen. Ja, ik ben benieuwd. Even stil, stil. Weet je wat mijn kinderen zeggen als ze dit horen? Dat de monsters boven zijn. Ik stel voor dat we even naar beneden gaan. Kijken we daar ook nog wat horen. Ja. Want u zegt dat u het in de huiskamer ook hoort. Ja. Ja. Ik hoor de vogeltjes fluiten, maar verder niks. Nou, ik moet zeggen dat ik hier niet echt onder de indruk ben. Dan ga ik nog even luisteren boven naar de intercom. Roept u maar. Hallo. Dus dan kun je op deze manier hele gesprekken voeren? Met de buurman wel. Ja. Maar als ik zachtjes praat, kunt u mij dan nog horen? Ja, nou, het gaat natuurlijk niet zozeer om het praten als wel het geluid wat het intercomsysteem zelf maakt als we de bel indrukken. Oh, dat is het. Nou, moet je nog maar, doen we maar een keer. Ja, dan zijn ze wakker. Luister, ik heb het hier wel gehoord en gezien. Ik zie u straks allemaal terug. Hotel New York bij de Erasmusbrug. Daar gaan we over de zaak praten. Ik zie u straks op de hoort. Ja, dat straks. Daar. Na al het geklop, gestamp en geren werd het eens tijd om echt naar elkaar te luisteren bij de hoorzitting. Welkom, we zijn hier in Rotterdam. Aan de orde is de zaak van de heren Tiebe, de Vleeshouwer en Gaarman tegen de familie Miller. Drie studenten in een bovenwoning. Want dan denken de mensen thuis, nou, drie studenten, dat is natuurlijk één groot feest. Ja, dat valt mee.
dat wij hebben die Hoe erg valt het mee? We hebben die tijd al een beetje achter de rug. Oh? Wij, Daar merken wij niks van. Nou, vertelt u, hoe beleeft u het? Overdag is het heel rustig. Hoor je niks. Het moment dat het na 12 uur zijn, en dan begint het al. Ik zeg, jongens, kom toch op, man. Maar wat doen ze dan na 12? Rennen op de trap, schuiven met dingen. Timmeren. Timmeren, muziek. Dat lijkt alsof er olifanten op de trap lopen. Ik heb met Maarten gesproken. En toen zegt hij van, ja, dan moet je dat huis niet gekocht hebben. Zo brutaal is hij. Ja, nee, en toen schiet ik uit mijn... En toen schiet ik uit mijn sloffies. Dat kan jij mij niet zeggen. Maar mag ik het verhaal toelichten zoals wij het hebben? En nou u weer. Ja. Ja. Meneer's interpretatie is dat wij allemaal rare dingen aan het doen zijn. Zoals timmeren. We hebben het zelf getest met pannen op de locatie. Ja, wij bakken 's ochtends wel eens een eitje. Maar u denkt dat wij expres om 3 uur 's nachts een pan laten vallen? Ja, dan heb je je kind in je adem. Ja, dat klopt. En u denkt dus dat wij dat expres doen? Zo komt het over. Zo komt het over. Maar dat is uw interpretatie. Ja, nou, ik mag het toch? Natuurlijk mag het. Ja, maar dat ontken ik ook niet. Alleen de vraag is in hoeverre u dat redelijk naar alle redenen. Het klinkt allemaal wel heel mooi, uw interpretatie. Lijkt me ambtenaar. De man zegt, ik kan niet slapen, mijn kinderen ook niet. Nee, maar er probeert hier nu de indruk gewekt door onze buren dat wij inderdaad vaak 's nachts op zijn. Het spijt mij en daar moet ik u echt in teleurstellen. Dat zijn wij niet. En wij moeten gewoon 's ochtends vroeg ook naar ons werk toe. Ja, net als u dat moet. Wij zitten niet 's nachts om 3 uur nog in onze keuken en woonkamer. Dus je zegt, keihard en mag zeggen, ik zie spoken. Ik weet niet wat u ziet, maar ik weet wat er in ons huis gebeurt. Dan hoor ik jullie drietjes, ja. Het is niet zo dat wij opzettelijk stampen. Het is nou eenmaal gebleken dat die woning echt heel gehoorig is. En dat had niks te maken met of wij nou een feestje geven of niet. Gewoon bij normaal lopen, meneer Kamer, hoe kunnen we dit oplossen? Ja, lastig, hè? We hebben niet te maken met mensen die elke avond tot diep in de nacht dronkenmansfeesten houden. Dat verhaal hoor ik niet. Het belangrijkste probleem is de kwaliteit van de woning. Want je hoort ze lopen en dan hoor je kraken en je hoort lopen. Ik kan me voorstellen dat dat heel hinderlijk is. Deze woningen voldoen niet aan de eisen die je aan woningscheiderconstructies zou moeten stellen. Maar hoe is dat mogelijk? Want deze woningen zijn onlangs gerenoveerd. Ja, waar die renovatie uit bestaan heeft, weet ik niet. Ik heb het wel geprobeerd. Mooie plafonnetjes. Ja, nou, wat ze gedaan hebben, het oude plafond weggehaald en een gipsplaatje aangebracht. Ja, eigenlijk is het oude plafondetje ietsje beter dan het gipsplaatje, zoals zij het zelfs kunnen zeggen. Ja, ze zijn er nu niet. We hebben ze wel gevraagd om te komen. Ja. Maar helaas, op zich hebben ze wel een bemiddelingspoging ondernomen, toch? Ja. De heren en hun bezoek doen hun schoenen uit al voor ons de trap op te lopen. Dat heeft u niet voorgehouden. Dat ging de eerste week al fout. Er was genieerd ruimte voor het urine. Kondigen aan wanneer een feestje wordt georganiseerd. Ja. Het is dus nooit geweest. Is echt wel. Nou, dat is ook niet. Ja, goed, er is wel eens een keer dat ik twee vrienden op het laatst besluit om s'avonds langs te komen. Maar ja. Zullen proberen eenmalige incidenten zoveel mogelijk te beperken? Brengen vrienden en kennis op de hoogte van deze afspraken? Ja, dat doen we wel, sowieso altijd. En nu gaan we naar u, want u moest ook wat doen. Zullen voor zover nodig problemen rustig bespreken? Hebben we geprobeerd, maar sowieso... als het elke dag gebeurt... Sowieso is het uw man die ons altijd te woord staat. Dan word je een beetje geïrriteerd van. Ja, ik zit nog even te denken aan de vrienden, hè, want zijn er toevallig vrienden en mensen die daar vaak op bezoek komen in de zaal toevallig? Ik wil er wel wat over zeggen. Ja, precies. Ja. Ja, wij zijn alle twee vriendinnen van huisgenoten. Dan moet u even gaan staan, denk ik. Ja. Nou, Marten en ik zijn alle twee vriendinnen van huisgenoten. Ik van Maarten en Marten van Frank. En wat mij opvalt is het eerste als er mensen over de vloer komen, wat er sowieso al niet vaak gebeurt, is dat zij gewoon zeggen, zachtjes doen, buren, schoenen uit als ze boven aan de trap komen, doe gewoon rustig, ook tegen ons als wij wat drukker zijn of iets. Moeten we gewoon ook nog echt even zeggen van, die jongens hebben echt nooit feestjes, echt niet waar. Zijn ze wel niet een beetje saai dan? Nou, ze zijn eerder, saaie jongens dan dat het hele drukke studenten zijn. Als ik sta in mijn tuin en als ik een hele krap, liggen bierflessen in de balkon staan, dan denk je dat er echt een feest wordt gebouwd. Dat ze wel vaak... Ja, maar dat was geld, zeg maar. We drinken wel eens een biertje. Ja, nou, we drinken wel eens een biertje. Ik heb geen plafond. Ik wou echt zeggen dat je geen herrie maakt. Gewoon zijn liefste. Ik heb hem nog een keertje gebeld. Ze waren zo leuk aan het praten. Hij zei, ja, dan moet je het huis niet gekocht hebben. En dit en dat. En de politie zegt, is leefgeluiden. Ik zei, Maarten, ik weet genoeg. En dan was het tegen 11:30. En ja hoor, ze werd wakker. Ja. Ze slaapt nu overal. Ze is moe. Ze is hartstikke moe.
Goed, ik zie u terug in de studio in Rotterdam voor de uitspraak. Dank u wel voor uw komst. Kijk, een van de huisvrienden van de drie studenten. Ja, ik hoef jou dan waarschijnlijk niet te vragen naar de huisregels, wat je moet doen. Zijn er echt regels? Worden die jullie verteld? Nou ja, de eerste keer dat ik kwam, werd ik meteen al gezegd van, dat ik mijn schoenen uit moest doen en dat ik boven rustig moest zijn. En niet hard stampen, niet over de trap rennen. En vond je dat niet gek? Ja, best wel, want ik woon ook in de studentenhuis in Groningen. En ja, daar kan best wel veel helemaal vergeleken met hier. Hier gaat het een beetje over de top zelfs, vind ik. Je vindt het echt over de top zelfs, ja? Ja, wel hoe er met gasten omgegaan wordt. Want er wordt zoveel gezegd van dat je soms gewoon, ja, dat je niet echt vrij door het huis kan bewegen, zeg maar. Dan gaan we even naar de andere kant, want daar staat een hele goede vriendin van de familie Miller. Ja, wat vind jij ervan? Nou ja, het zijn ideale studenten, wat hij net zegt. Dus ik zou ze wel boven mij willen hebben, zoals als ik het zo hoor. Maar dat is het niet zo. Maar weet je wat het is? Het is een wel eens niet eens verhaal hier, wat je hier hoort. En die studenten, dat zijn de braafste jongens uit de klas. En ze wonen boven een gezin en ze wonen in een woonwijk. Ja, en daar gelden andere regels dan in een studentenhuis. En ja, dat is het probleem. En daar moet je gewoon een beetje mee rekening mee houden. Dank je wel. Heeft u nou ook gedonder met uw buren of met anderen en komt u daar samen niet uit? U kunt gelijk naar de uitzending bellen of natuurlijk gewoon mailen. En dan is het nu tijd voor de uitspraak. Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak van de heren Tiebe, de vleeshouwer, Gaarman, verder te noemen de studenten, tegen de familie Miller. Ja, familie Miller klaagt terecht over de ondervonden geluidsoverlast. Je wenst het niemand toe om zo te moeten leven. Zeker niet met een jong gezin met kleine kinderen. Maar niet gebleken is dat dat komt doordat de studenten zich wat dat betreft misdragen door voortdurend herrie te maken. Integendeel, het gaat naar mijn indruk om een stel rustige jongens die het in de regel rustig aandoen. Dat ze toch steeds zijn te horen, ligt dan ook niet aan hen, maar aan de belabberde geluidsisolatie tussen beide woningen. En volgens de deskundige, op wie ik me in deze verlaat, voldoet die isolatie niet aan de normen. De studenten kan ik in elk geval niet verplichten om het nog rustiger aan te doen, nu ze wel gewoon moeten kunnen wonen in hun appartement. En hoe begrijpelijk ook, vind ik dat meneer Miller niet helemaal redelijk handelt door voortdurend via de intercom boos te blijven en te roepen naar de studenten toe. Want als er al een oplossing is in deze hele vervelende zaak, dan ligt die bij het woningbedrijf Rotterdam. Die is de verhuurder van de studenten en die was de opdrachtgever voor de renovatie, waarbij onvoldoende geluidsisolatie is aangebracht. Het is dan ook jammer, en heel eerlijk gezegd vind ik het ook maatschappelijk niet aanvaardbaar, dat het woningbedrijf het gewoon laat afweten. Ze komen niet naar de hoorzitting en laten ook vandaag weten dat ze niemand kunnen vinden die in staat is om hier aanwezig te zijn. Ik kan het woningbedrijf niet verplichten, want die is geen partij bij deze procedure. Maar ik zou menen dat de partijen in deze zaak samen optrekken richting woningbedrijf in plaats van tegen elkaar te vechten. U moet samen werken richting woningbedrijf. Daar ligt de oplossing. En dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Dank u wel. Beetje beduust zijn jullie. Ja. Wat vinden jullie van de uitspraak? Nou, dat had ik al verwacht. Jullie hebben gezegd van nou, we zitten er zelfs over te denken om te gaan verhuizen. Zover is het al. En hebben jullie dat eigenlijk nu al besloten? We zijn ermee bezig. Dus ja, voor jullie is het eigenlijk ook een beetje zo van, we hebben het opgegeven. Opgegeven, ja. Het houdt toch niet op, want die kinderen worden toch weer wakker. Geen bevredigend uitspraak voor jullie? Ik verwacht niet veel van. Voor jullie? Nee. Nou, dit is wel iets wat wij ook hadden verwacht en ook wat wij altijd hebben gezegd. En, ja, wij willen het wel oplossen uiteraard. Jullie willen het oplossen en jullie blijven je ook houden aan de regels die onderling afgesproken zijn om het draaglijk te maken voor de benedenburen. Ja, een man, een woord. Een woord, dat laten we graag maar af. Dit was de rijdende rechter. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Weet je wat het prettigste tijd is als ouder? Dat zou je straks, als jij ouder bent, zou je dat beamen. Na 8 uur. Oh, ik wens ze heel veel succes. Ik help ze met verhuizen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont.